taxichauffeurs, blauwe kentekenplaten die met de ballon in hun mond voorbij rijden. Dat vind ik wel een dingetje. Ja, zeker een dingetje. Het is levensgevaarlijk. Op dit industrieterrein in Amsterdam is het bijna elke ochtend raak. Lachgasgebruikers maken het bont. Er liggen hier lege ballonnen, afvalresten, poep, plas. En ook worden sommige bedrijven geïntimideerd. Hoog tijd voor een update. Nou, jij zit hier al een aantal jaar, maar dit is eigenlijk de grootste nachtmerrie van elke ondernemer. Vertel. Sinds in de buurt hier, letterlijk tegenover mijn onderneming, een lachgasleverancier is gaan huisvesten, hebben we dagelijkse overlast. Niet alleen de gebruikers die mijn cliënteel aanspreken, en vooral het vrouwelijk geslacht wordt daar heel vijandig benaderd. En tweede is de afvalbergen. Het is onvoorstelbaar wat uit auto's wordt gegooid. En als je gewoon nu al naar het wegdek kijkt, zie je de ballonnen. En dan zie je overal afval liggen van de bekende energy drinks. Twee auto's, die staan hier al maanden. Die worden gebruikt om te gebruiken. Dus daar zitten ze in. Het is hun eigen feestje. Met name na het weekend, dat je 's maandagsmorgens echt door de vuiligheid heen moet kruipen om op een gegeven moment bij de deur te komen. Urine, ontlasting en noem het allemaal maar op. Echt poep? Ook poep in de hoeken en dat soort dingen meer. En uiteindelijk op een gegeven moment, door het puin heen worstelen, kom je op een gegeven moment binnen. Overal ballonnen en viezigheidshalen, snacks, plassen tegen de gevel aan. En door de roosters zijn dat je binnen ook nog eens een keer op moet gaan ruimen. Ja, je ziet regelmatig ook mensen met verantwoordelijkheid, taxichauffeurs, blauwe kentekenplaten, die met de ballon in hun mond voorbij rijden, voorbij mijn onderneming. Maar die ook gewoon komen halen. Dat is echt onvoorstelbaar. U ziet hier taxis, ja. Lachgas halen en het gebruiken terwijl ze wegrijden. Ja, 100%. Dat vind ik wel een dingetje. Ja, zeker een dingetje. Het is levensgevaarlijk. En wat voor soort mensen zijn dat, de lachgasgebruikers? Het gaat de doelgroep rond de 30 zo'n beetje of zo. 30, 35. En mag ik misschien niet zeggen, maar veel mensen van buitenlandse afkomst. Je valt mij op. Ik ben zelf ook een buitenlander, maar ik hou me aan de regels binnen Nederland. Dat er geen verbod hierop is, met alle gevaren van dien. Als je ziet hoe mensen hier wegrijden. Ik snap ook nog steeds niet, politiek, Amsterdam, word wakker. Dit kan niet meer, dit kan echt niet meer. Dat onze burgemeester vervolgens op een gegeven moment dit allemaal door de vingers ziet. Ze zou eens moeten komen kijken op een maandagmorgen, om vervolgens te constateren hoe dat hier dan uitziet. En of ze dat zelf zou accepteren als ze bij haar tegen de buitendeur hebben aan staan plassen en staan poepen. De gemeente kan wel degelijk een verbod instellen. Dat moeten ze ook doen. Daar vragen we al jaren om. En de gemeente, tot nu toe zeiden steeds, nou, we wachten op landelijk. Want landelijk gaan ze dat landelijk regelen via de opiumwet. Nou, dat is wel weer uitgesteld. Ze worden zoveelste keer al. En we zeggen al jaren geleden van jongens, je moet optreden. Dat lachgas is niet onschuldig. Dus ik vind, je moet nu onmiddellijk als gemeente, oké, als het weer uitgesteld wordt landelijk, laten we het dan zelf instellen. Utrecht heeft het al gedaan, Rotterdam, volgens mij Den Haag ook. Dus dit kan je gewoon doen. Alleen ja, je moet dat dan wel gaan handhaven. En dan zegt de gemeente natuurlijk ook weer, ja, maar hebben we daar wel de mensen voor, et cetera. Maar goed, je moet nu optreden, want dit kan natuurlijk niet. En dan buiten staat gillen en te lachen met de ballon aan de mond. En vervolgens, ja, op zijn Amsterdamse gezegd, gewoon schijt in de hele wereld. We doen het toch. En als je dat verzegt, dan kom je maar naar buiten en rekenen we even met je af. En dat is gewoon, intimiderend en bedreigend. Er zijn al enkele mede-eigenaren hier bedreigd die er wat van zeiden. Dat banden zijn lekker stoken, represailles. Dus geloof me, ik sta hier met mixed feelings. Maar zolang de politiek niet doet, ben ik bereid om mijn verhaal nu te doen. En ik hoop dat dit een resultaat oplevert. Ja, want niet iedereen wou zijn verhaal doen vandaag. Nee. Uit angst. Uit angst. Even klikken.